funny all this shit we take for granted. Ik ben Mark Brouw de Koning en ik mag lijsttrekker zijn voor CDA in Hengelo. Wij willen graag dat Hengelo een zelfstandige gemeente blijft. Zodat we zelf de zeggenschap blijven houden over de voorzieningen in Hengelo. En daarom willen wij ons inzetten voor de wensen van u. Mijn naam is Corinne Willemsen en als inwoner van Hengelo voel ik me medeverantwoordelijk voor het dorp waarin we wonen. Met mijn jarenlange ervaring in de zorg weet ik hoe belangrijk het is dat ieder mens stelt. Dat we zorg hebben voor elkaar en zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. CDA Hengelo staat voor verbinding tussen mensen. En aanpak van eenzaamheid is één van onze speerpunten. Samen kunnen we lokaal echt het verschil maken. I got my mind made up and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. Mijn naam is Hein Kortouwer, kandidaat namens het CDA Hengelo. Wij willen van Hengelo een echt fietsdorp maken, met veilige en brede fietspaden. Fietsen is gezond en leuk. Doet u mee? Ik ben Hessen Hiemstra. Ik woon het grootste deel van mijn leven in Hengelo en ben al een aantal jaren verbindende schakel in de gemeenteraad. Ik ga voor het sport en bewegen in Hengelo, vooral voor jong en oud. Daarom zijn we voorstander van de tweede sporthal in Hengelo en willen we ook dat de spot snel gerealiseerd wordt. De spot, een prachtig project voor en door jongeren. Sport en bewegen in Hengelo, daar word je blij en gezond van. Yeah, I got my mind made up and I ain't gonna stop. Gonna be on top, I got my mind made up. Ik ben Nick Wijmega, kandidaat raadslid voor het CDA in Hengelo. Mijn grote passie is klimaat en duurzaamheid. Een van de speerpunten van het CDA Hengelo is een geluidsval bij de A9 met zonnepanelen erop, waarmee we én duurzame elektriciteit kunnen opwekken en ervoor zorgen dat de bewoners van Plan Oost beter beschermd zijn tegen geluidsoverlast. Ik wil me inzetten voor een Hengelo dat we door kunnen geven. Ik ben Peter van Dorsten, kandidaatsraadslid voor CDA Hengelo. CDA Hengelo verbindt betaalbare woningbouw voor jongeren, huisvesting voor ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen. Het kan! De handen uit de mouwen steken met een wethouder voor wonen. Ook vinden wij het belangrijk dat er ruimte komt in de plantsoenen van de gemeente voor meer bloemen. Zodat de bijen en de insecten daar ook een goed leven kunnen leiden. En ook op het platteland moet er ruimte zijn voor de weidevogel. En ook daar willen wij ons voor inzetten. I got